Yo, konijntjes en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Tekkit. Zoals ik de vorige keer had gezegd, zouden we eigenlijk vandaag bezig gaan met meer solarpanels te maken. Alleen dat moet eigenlijk eventjes een afleveringetje wachten, of misschien wel meerdere afleveringen. En waarom? Omdat ik heb het natuurlijk met redstone engines gedaan. En zoals jullie zien, 4 redstone engines gaat er dus nog ontiegelijk sloom. Het gaat gewoon niet echt heel erg sloom. Ik zou wel meerdere redstone engines hier neer kunnen zetten. Dus echt een hele lange rij dat het elkaar allemaal weer doorpowert en doorpowert. Alleen, nou ja, dat heeft ook niet echt heel veel zin. Dus kijk, zoals je ziet, het gaat heel langzaam en ik vang hier wel wat dirt in op. Alleen dit is gewoon echt veel te weinig. Nou, veel te langzaam. Als je hier bij Diamonds bent, dan heb ik ze zelf ook al 6000 keer gevonden. Dus wat wij gaan doen deze aflevering, is een andere engine maken. En... Oh, ik typ Steam in, maar ik wil gewoon even engine eerst in typen. Oh, en... Oké, zoals je kan zien, we hebben hier 3 verschillende soorten engines. We hebben hier een redstone engine, we hebben hier een steam engine en we hebben hier een combustion engine. Deze engine heb ik zelf nog nooit gewerkt. Dit is een engine die moet je met water en lava volgens mij aan de praat krijgen. Maar alleen ja, ik heb daar zelf nog nooit mee gewerkt en ik ben altijd gewend om een steam engine te gebruiken. Dus vandaar dat we vandaag bezig gaan om een steam engine te maken. Zoals jullie kunnen zien, je hebt er niet heel veel voor nodig. Qua spullen, ik bedoel, dit hebben we makkelijk, dit hebben we zo gefixt. Het enige wat we wel nodig hebben is kool. En dat is iets wat we dus nog niet hebben. Dus waar we ook mee bezig moeten gaan is eigenlijk een enchantment table te fixen. En zorgen dat we fortune gaan krijgen op een pickaxe. Zodat we uiteindelijk, nog sneller aan kool kunnen komen. Of we moeten onze item duplicaten. Dat is oftewel onze energy condenser moeten we gaan maken in de eerstkomende afleveringen. Zodat we daar heel veel kool mee kunnen maken. Zodat dit lekker draaiend is. Dus er zijn een aantal opties die we kunnen gaan doen. Maar laten we eerst bezig gaan om hier in ieder geval 4 van te maken. En waarom 4? Ik hou gewoon van om 4 tegelijk te gebruiken. Omdat je gewoon... Ja, je hebt plek voor 4, dus waarom zou je er dan met 1 gaan gebruiken of zo? Dus vrij logisch. We beginnen natuurlijk weer met pistons te maken. Hebben we hout voor nodig? Nou, dat hebben we nog maar een beetje. Dus we moeten even snel. Oh nee, wacht, we hebben hier nog hout. We hebben genoeg hout. Genoeg hout, man. Hoppatee, genoeg hout. Even kijken. We hebben hout nodig. We hebben redstone nodig. We hebben cobblestone nodig. En we hebben iron nodig. Nou, cobblestone hebben we als goed is nog boven hier in deze kist zitten. Dankjewel. En dan kunnen we hier in ieder geval eerst even mee bezig. We moeten er 4 maken. Dus we doen even, nou heel simpel. We doen gewoon 4 van dit. 4 van dit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Zo, daar 4. En dan... Zo. Yep. Oké, dat zijn er in ieder geval al 4. Dan hebben we die klaar. Vervolgens hebben we nog stone gear nodig. Nou ja, dat weten we ook allemaal inmiddels wel hoe we dat moeten maken. Dus ik ga het niet stap voor stap meer uitleggen. Dat weten we inmiddels wel. Dus hop, 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 hop. En tik, 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 tik. Zo. Dan hadden we verder nog nodig glas. Heb ik dat hier nog glas? Nee, heb ik dat... Oh, ik had nog stone gear, zag ik net. Slim. Heb ik hier glas? Ik denk het haast niet. Nee, oké. Wat we even moeten doen is even snel wat zand scheppen. Even dat laten smelten ondertussen. Nou ja, dat is niet zo heel veel werk volgens mij. Dan gaan we binnenkort ook maar eens een keer, als dit allemaal draaiend is. Want als dit eenmaal draait, dan kunnen we... Dammit, ik heb natuurlijk die jetpack op. Kunnen we ook gewoon een beetje de wereld gaan verkennen. Kijken wat we allemaal hebben. Op zoek naar een vulkaan eventueel of wat dan ook. Maar die zit namelijk ook in Tekkit. Dat is op zich best een vette vulkaan. Gewoon even langs gaan, even kijken. Misschien kunnen we er wat lava van meenemen of van dat soort dingen. Goed, ik wil het altijd eerst even goed een beestje hebben die gewoon lekker draait. Waardoor je dus gewoon weg kan. En dat je weet van oké, ik ben weg, maar mijn dingen gaan wel gewoon door. Vind ik altijd wel erg handig. Dit gaat ondertussen even snel smelten. Nou, we hebben maar 4 nodig. We hebben natuurlijk gelukkig geen electric oven. Gaat snel mee. En trouwens, wat we ook ooit nog een keer gaan maken voor electric ovens. Want dat gaan we gewoon gebruiken. Dat is natuurlijk makkelijk met stroom. We hebben oneindig veel stroom uiteindelijk. Zijn overclockers. Dat zijn deze dingetjes. Die moeten we nog een keertje maken. Moeten we wel met coolant cells maken. Hierdoor gaat het zeg maar... Nou, als je 1 ding erin hebt, gaat het nog een keer zo snel. Zo kan je voor mij 4 of... 5 van die dingen per oven erin zetten. Je kan hier ook gewoon meerdere dingen op elkaar stekken trouwens. En daardoor gaat het gewoon nog sneller. Dus kun je nog sneller dingen omsmelten. Maar dat moeten we ook ooit nog een keer maken. Maar we gaan nu eerst lekker terug hier naartoe. Maar goed, we hebben zoals je merkt echt nog ontiegelijk veel te doen in Tekkit. En ik heb hier eens een keer een foutje gemaakt. Want ik moet nog wat extra van deze maken. Dus bedenk ik me nu. Want ik heb natuurlijk meerdere gears nodig dan wat ik nu heb gemaakt. Zo. Ik kon ze ook gewoon weer uit de kist pakken. Maar goed, we zijn nu toch al bezig, dus ja. 6 en we hebben er 7, 8 hebben we er nodig. Goed, dan moeten we hier nu als het goed is
planken bovenop doen. Dus hop en hop. Dan doen wij hier eventjes het glas. Doen wij... Oh, boeiend. We doen het even gewoon lekker zo. En deze daar. En wij... doen iets fout. Oh, ik zie het al. We hebben daar stone voor nodig. Ik doe hier boven planks in plaats van stone. Dat was de hele fout. Slim. Daarom zeg ik altijd, gebruik gewoon altijd gewoon het voorbeeldje. Die is natuurlijk niet voor niks. Ja, goed, wij gaan ondertussen even slapen, want het begint nacht te worden. En we weten wat de vorige keer is gebeurd met ons huis. Die is toen ontploft. Dat heb ik, ja, lelijk gerepareerd. Maar dat maakt verder niet uit. Ik wil het er niet over hebben. Dus deze Klaas haalt dit er ook gewoon uit. Zo. En dan kunnen we ondertussen verder gaan met onze boel om te grinden ondertussen. Want dat moet ook gewoon natuurlijk nog gebeuren. Dit gaat op het moment allemaal niet automatisch. Moeten we ooit allemaal nog automatisch maken. Alleen, ja, dan moet je gewoon wat verder voor in de game zijn. Hebben we wat kool? Niet veel, maar we hebben wel wat kool. En ik kan jullie op zijn minst laten zien hoe snel iets gaat als je in ieder geval de steam engines hebt. Want jullie zien hoe sloom dit nu gaat. Wij zijn nu bezig geweest deze aflevering en heeft amper een hele rits gedaan. Dus wat wij gaan doen is we halen dit even allemaal weg. Die kan weg, die kan weg. Die gaat weg, maar die gaat weg. En dan vervolgens zetten wij hier een steam engine neer. En die zetten we gewoon zo, zo, zo. Daaronder moet je ook gewoon weer een redstone zetten, zodat die in ieder geval gepowered wordt. Dat is natuurlijk wel handig. En vervolgens moet je daar, ja, heel simpel, gewoon kool in douwen. Doe ook in die alvast, doe ook in deze alvast. En dan moeten we hier nog even eentje plaatsen. Op deze manier. En doe hier ook even 6 kool in. En zoals jullie zien, gaat dit aanzienlijk heel veel sneller. Alleen het kost ons ook gewoon heel veel. En op het moment maken we hier dus verlies mee. Dus we verliezen hier heel veel kool mee. Maar zoals je ziet, het gaat echt ontiegelijk snel vergeleken met hoe het net ging. En ja, het enige wat we nu moeten zorgen is dat we wel eventjes heel veel kool gaan krijgen eigenlijk. Want ja, dit kost toch best wel wat kool zoals je kan zien. Ik zou er misschien ook lava buckets in kunnen doen, dat weet ik niet zeker. Maar dat is in ieder geval risky. Maar wat er ook in kan is natuurlijk charcoal. En we hebben hier natuurlijk ook een hele grote tree farm. Maar ja, dat ga ik jullie niet aandoen om bomen te hakken in een aflevering natuurlijk. Oké, dan gaan we nu ondertussen even onze inf een beetje opruimen, omdat we heel veel troep hebben. Zo, dat mag erin, dat mag erin, dat mag er allemaal in. Dit zijn toch allemaal belangrijke dingen. Dit is niet belangrijk. Dit is ook niet belangrijk. Zo. Goed, wat wij nu mee bezig kunnen gaan zijn twee dingen. Of we maken een shaman table, dat is dus ja, heel simpel een shaman table. We hebben wat diamonds nodig, we hebben wat obsidian ervoor nodig. Of we gaan bezig voor een energy. NRG condenser. Dat is dit apparaat. En met dit apparaat kunnen we items duplicaten. Zoals ik al eerder een keer heb verteld over de EMC. Hoe ik er een beetje over heb uitgelegd. Dat werkt met dit apparaat. Die kunnen we eventueel voor bezig gaan. We hebben nog een diamond pickaxe. Dus obsidian kunnen we halen. Alleen we hebben heel veel diamonds ervoor nodig. Dus als we het gaan doen moeten we op zoek naar diamonds. Dus dan moeten we sowieso de mine in. En daarvoor ga ik eerst even gear maken. Want ik wil niet doodgaan. Dat is gewoon zonde natuurlijk als we doodgaan. Dus we gaan eerst even gear maken. Zo. En dan gaan we gewoon op zoek naar diamonds. Want als dat lukt, dan hebben we natuurlijk daar een heel groot voordeel mee. En het is beter dan een shaman table. Zo. Oh nee, wacht. Dit kunnen we gewoon aantrekken nu. Oh wacht, ik heb natuurlijk een jetpack. Neem ik mijn jetpack mee de mining? Dat is eigenlijk eventjes de vraag. Ik denk dat ik hem meeneem voor het geval dat. Dat we hem gewoon, wacht. Ik ga hem nog even hier even opladen voor zover ik nog wil. Dat hij er allemaal nog in zit. Dit is mijn solar panel. Ik moet hem hierin doen. Oh, hij is zo echt goed als leeg. Nou ja, doe je ding dan maar gewoon. Gewoon vullen, niet miepen, vullen jij. En heel groot redstone ervoor en we pleuren gewoon het redstone extra in. Gewoon moet gaan vullen nou. Go. Het gaat heel snel leeg. Daarom moeten we ook meerdere solar panels hebben. Alleen daar helpt de energy condenser ook alleen maar mee. Een extra ding om zo dingen te maken. Extra ding om dingen te maken. Heel logisch. Maar ik snap het en daar gaat het om, denk ik. Oké. Dumpen we deze troep nog eventjes en dan kunnen we gewoon ermee bezig. Neem maar allemaal wat mij betreft gewoon hierin. Ga ik toch allemaal nou niet meenemen. Dit nemen we wel mee. Pickaxe zo. Ja, planks kunnen handig zijn. Ik neem ze maar gewoon mee. Want dirt heb ik toch niet nodig. Dit heb ik niet nodig. Ik heb torches nodig. Heb ik die nog ergens? Nee. Oké. Dat is vervelend. Dan heb ik kool nodig. Ik heb hier gelukkig nog wat kool in zitten. Hout heb ik gewoon weer naar boven gedaan. Oh, wacht, heb ik hem in. Ja, het gaat weer lekker hoor, mensen. Lekker.
Oh, ik heb gewoon torches in mijn infusie. Maakt niet uit, maak er gewoon nog wat extra. We gaan misschien zijn we wel heel lang in de grond, je weet het natuurlijk niet. Zo. Een schep mee, altijd handig. Een bucket mee voor het geval dat. En maken we nog even snel wat brood hier. We hebben toch hier onze kleine miezerige farm. Die we ooit ook nog moeten automatiseren. Mooi woord, hè? Automatiseren. En dan zullen we zien wat het ons gaat opleveren allemaal. Dit is gewoon een aantal basic dingen natuurlijk gewoon in Minecraft. Want het is natuurlijk in het begin gewoon een survival. Je moet gewoon proberen te overleven. Zo simpel is het gewoon. En ga je dood? Ja, dan ben je dood. Minecraft ben je gewoon dood. Zo, oké. En dan maken we hier nog even snel brood van. En dan kunnen we de mine in. Dan moeten we dus op zoek naar diamonds. Dat is even het belangrijkste wat wij moeten hebben. En obsidian. Maar goed, we komen vanzelf lava tegen. We gaan gewoon even lekker minen. En dan zien we wel wat we gaan doen. Wat we allemaal tegenkomen. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Eten, begeer. Ik heb alleen geen wapen. Dat moet ik nog wel even snel fixen. Het is gewoon even een voordeel als je gewoon een monster eventjes een paar tikken kan verkopen. Zo van, hey, klootzak, kom hier. En dan, ja, dat werkt gewoon makkelijk. Wat vrij logisch is. Oké, zo. Nee, wacht, ik moet dit zo zetten. Zo. Oké. Heb ik hier van mijn pickaxe, heb ik daarnaast mijn torches zitten. Dan kan ik makkelijk verlichten natuurlijk de boel. Op de mine in. Even kijken, we zitten nu op 33. Kan je rechts in beeld zien bij de minimap. Dat is wel erg makkelijk dat je daar natuurlijk gewoon kan zien hoe diep we zitten. Nou, hier ben ik ooit al een keer bezig geweest natuurlijk. Oké, nou dan gaan we hier gewoon lekker verder lijkt me maar. We gaan gewoon een kant op. Het maakt eigenlijk vrij weinig uit welke kant je op gaat in Minecraft natuurlijk met minen. Zolang je maar in ieder geval spullen vindt. En altijd vraag ik me eraf van... hoe minen andere mensen in Minecraft? Ik mine altijd gewoon... Meestal gewoon strip minen, gewoon rechte lijnen trekken. Of ik ga helemaal dingen uithollen. Of ik loop natuurlijk gewoon door een cave heen. Maar hoe minen jullie? Laat dat eens weten in de reacties. Van, misschien heb je al een betere tip voor mij om te minen. Van, je kan beter zo en zo minen. Of je kan beter hier en daardoor minen. Want dan kom je sneller dit tegen. Zelfs wat ik nu bedenk is van... waarom ga ik eigenlijk hier in minen als ik ook gewoon... onze cave hier heb. En in een cave zie je vaak toch de ores makkelijker zitten. Dus misschien is het makkelijker als we daar even ingaan. Jetpack even op, dat gaat makkelijker. Hop, twee. Kijk aan, hier hebben we een zombie. Zombie! Oké, dan. Ja, nu kun je in ieder geval makkelijk hier doorheen vliegen allemaal. Dat scheelt echt heel veel werk. En we kunnen hier makkelijker het water zo meteen even uitzetten. Ik maak hier zo meteen licht op mensen, no worries. Maar ik maak eventjes het water zet ik even uit als het ware. Dat is gewoon erg irritant. We vinden hier in ieder geval meteen heel veel kool. En dat is erg mooi. Want ik heb natuurlijk heel veel kool nodig om onze steam engine aan te houden. Dus ik ben eigenlijk op dit moment ook heel erg blij met kool dat we dat vinden. Natuurlijk zou diamonds ook heel chill vinden, maar op het moment neem ik kool ook als je, heel graag mee. En het is gewoon heel makkelijk dat hij natuurlijk in Tekken de automatische... ja, opzuigmanier hebt als het ware, om zo maar even te noemen. Dus wat ik dus heb aangezet is het magneetje. Waardoor je iets mind dat gewoon automatisch naar je inventory wordt getrokken. Dat vind ik gewoon zo handig. Ook altijd als ik na de Tekken heb gespeeld en ik ga dan weer gewoon even een Minecraft survival wereld spelen of wat dan ook. En denk zo van, oké, ik mind het en ik loop gewoon weg. En achteraf heb ik gewoon de helft van mijn spullen niet bij me. En waarom niet? Omdat ik vergeet om hier het gewoon niet werkt op die manier. Of dat in de gewone Minecraft niet werkt. Je raakt gewoon heel snel gewend aan. En als ze iets in Minecraft vanille mogen zetten, voor mij is het dit wel. Gewoon lekker automatisch dingen naar je toe worden getrokken als het ware. En we vinden hier heel veel emerald. Ik heb nog nooit zoveel emeralds bij elkaar gezien. Maar goed. We vinden hier een kleine doorgang met nog wat gold. Nou ja, gold nemen we ook mee. En hier houdt het eigenlijk op. Nou ja, goed. We gaan gewoon caves onderzoeken. Die ene kool laat ik gewoon lekker staan. Torch langer branden. Nee, grapje. Even kijken, we hebben hier weer een nieuwe cave. We vinden hier iron. Nou ja, we nemen het maar gewoon mee. Ja, je weet natuurlijk nooit... Nou, we hebben sowieso nog iron nodig. Alleen uiteindelijk met de energy condenser hebben we het niet meer nodig. En daarvoor hebben we wel dit nodig. Heel veel van dit nicolite hebben we heel veel van nodig. Omdat het gewoon best wel een hoge EMC heeft. En je krijgt het best wel snel. Dus daarom is het gewoon super handig. We kunnen hier meteen bezig met obsidian te maken. Dat maak je op deze manier toch? Nee, dat maak je niet op die manier. Damn it. Even, dan maken we het op. En hoe maak je dat dan? Moet je het dan hier zo op laten? Ah, kijk aan. Zo maak je het dus. Ik heb echt heel weinig verstand van obsidian maken. Zoals jullie misschien wel merken op deze manier. Want ik heb gehaald het meestal gewoon...
Hoe krijg ik eigenlijk normaal altijd obsidian? En vaak per ongeluk, omdat ik gewoon vaak in een cave kom, of heet dat, in zo'n ondergronds ravijn. En daar zit vaak gewoon al obsidian, omdat water en lava al met elkaar is gemixt natuurlijk. Of 9 van 10 keer. Zo kom ik vaak aan mijn obsidian, bedenk ik me nu. Of ik krijg van mensen naar me toe gegooid van hier heb je obsidian, doe het mee wat je wil. Ga dood. En jij ook, ga dood. Oh, ga dood. En we komen hier wel steeds dieper. Kijk aan, nog meer lava. Lava ziet er hier best nog wel lelijk uit vergeleken. Het loopt gewoon een aantal Minecraft updates achter. Oké, nou is één ding wat mij geleerd is even één blokje minen. En dan even afstand houden. Wat je dan kan doen is... Kom eens even hier blokje. Kom hier Minecraft. Goed zo. En wat je dan moet doen is hier water in pleuren. En dan hierin gaan staan. Waardoor je nu, als het goed is, nooit in de lava kan vallen. Omdat het water telkens blijft stromen, waardoor je net weer op tijd gered wordt als het ware. Kom op. Ja, kijk, het werkt. Het werkt. De tips van Cosmo. Wat moet je er toch mee? Of nee, wat moet je zonder ze? Give it to me, baby. We hebben volgens mij 4 obsidian nodig van dit. Volgens mij, ja. Nou, we kijken zo meteen wel even. Want ik haat obsidian miners, dus denk ik iedereen. Het duurt gewoon zo ontiegelijk lang. Ja, we hebben de 4 nodig. We hebben de 5 al, dus dan hebben we al meer dan genoeg. Kom maar mee, water. We gaan er vandoor. Wij gaan ondertussen nog even door met ores minen. Hé, hey, een creeper. Plofis? Jij ook, kom Plofis? Oh, jij bent al dood. We lachen op zich dat je... We kunnen nu gewoon een beetje kloten met onze jetpack natuurlijk, omdat we hem helemaal voor hebben gegooid. En hij gaat op zich best lang mee, dus daar maak ik me op het moment nog helemaal geen zorgen over. Maar het is gewoon erg makkelijk dat je ermee kan vliegen, ook gewoon in een mine. Het is gewoon... Sommige caves waar je normaal niet uitkomt, of in ieder geval voor moet touwen, is nou eens van... Oké, ik vlieg wel even naar boven en ja, het schiet gewoon heel erg op. Dankjewel, Nicolite. Dit laat ik eigenlijk allemaal zitten. En waarom? Omdat we straks onze energy condenser hebben, dit allemaal zoveel kunnen maken. Eigenlijk heb ik gewoon maar één blokje van alles uiteindelijk nog nodig. En voor de rest gaat alles gewoon helemaal goed komen, dus... Vandaar. Give it to me. Dus een lavapoel kunnen we nu gewoon overheen vliegen. Als het goed gaat. En het ging goed. Gelukkig maar. Dan gaan we hier gewoon door. Nee, dus we zitten gewoon op level 14. Als ik me niet vergis, kan je op level 14 gewoon diamonds vinden. Alleen, ik vind ze maar niet. Dat zei iemand trouwens ook in de reactie van wat ik las. Iemand zei, hey, je liep diamonds voorbij. Maar toen liep ik gewoon Nicolite voorbij. Het lijkt wel heel erg op elkaar, dat klopt. Hoppatee, dichtgooien die hap. Lapis Lazuli, ook erg belangrijk. Waarom? Het heeft ook weer gewoon een hele hoge EMC-waarde. En als er iets wat we op het moment nodig hebben, is gewoon hele hoge EMC-waardige dingen. Zoals emeralds en sapphires allemaal, is ook heel veel EMC. Oké, we vinden hier sapphires, zag ik net snel wel voorbij rennen, zien hier nog Lapis Lazuli. Dan hebben we ook nog mooi even mee. En dan gaan wij de volgende keer lekker mee verder, mensen, want... We zijn weer best wel een tijdje bezig met spullen te zoeken. Vond je dit leuk? Vergeet niet om die like achter te laten. Dat is ook voor Colin natuurlijk. Dat motiveert hem ook alleen maar om mij meer op zijn kanaal te laten uploaden. En vergeet niet op abonneren te klikken op Colin zijn kanaal en op mijn kanaal Duffy Games. En dan hopelijk zie ik jullie volgende week weer met een nieuwe aflevering van Tekkit. Heb je nog zoiets van, hey Cosmo, je doet echt iets fout. Luister even naar mij, je moet dit en dat doen. Laat het gewoon weten, mensen. Want ik ben absoluut niet een professionele Tekkit speler of zo. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. En ik zie jullie volgende week weer. Later, mensen.